of the bill is Sébastien Loeb, genavigeerd door zijn vrouw Séverine in de Citroën DS3 WRC. En ook aanwezig, maar enkel als toeschouwer, Belgisch kampioen Freddy Loix. Ook Patrick Snijers rijdt niet mee in deze editie van de Condros. Sébastien Loeb neemt meteen de leiding op de Chao KP van Benahin. Dat was de eerste en enige proef op vrijdag. David Bonjean volgt in tweede positie op Benahin met de Skoda Fabia WRC. Hij verliest meteen een kleine 8 seconden op Loeb. Xavier Busch heeft een budget gevonden voor een Citroën C4 WRC. Hij draaide derde tijd op 1,8 seconden van Bonjean. Opnieuw veel volk op de benen in de Condros, ook op zaterdag voor de tweede dag met 16 proeven op het programma. Sébastien Loeb ploetert door het water met de DS3, door het water van de Condros. Zijn co is dus Séverine, zijn vrouw. Ook Yves Maton is van de partij in de Condros. Yves Maton, de grote baas van Citroën Racing, met een Citroën Xara. Ook een Xara voor Bertrand Groten, die de tweede plek overneemt van David Bonjean. Groten staat op bijna 57 seconden van Loeb. De derde plek is in handen van Cédric Serin, die we normaal aan het werk zien in een Ford Fiesta R2. Nu voor het eerst met een Fiesta R5. De voorbereiding op een mogelijke BK-campagne in 2014 met een R5. Na 5 proeven staat hij al op 1 minuut en 1 seconde van Sébastien Loeb. Op 4,8 seconden van Serin, de Subaru Impreza WRC S9 van Chris Prinsen. Met een vierde plaats na 5 proeven. Het is spannend voor de ereplaatsen. Dominique Julien volgt met de Mini WRC op een halve seconde van Prinsen. Julien is vijfde. Xavier Busch is met de C4 dan weer weggezakt naar de zesde plaats. Chris van Woensel is erbij met de Subaru WRC S5 op Yokohama-banden in de gietende regen. Zevende positie voorlopig voor Van Woensel op 11,3 seconden van Busch. Dat is de eerste keer dat ik met die wagen rijd in zulke omstandigheden. En ik moet zeggen, dat zijn wel heel slechte omstandigheden. Het is heel glad en glibberig. En we zijn nog een beetje, want die diffs die kunnen regelen van die auto. Dus zijn we allemaal nog een beetje aan het zoeken en aan het tasten en voelen. Zo'n beetje. Maar de laatste twee proeven was terug iets beter. Onze tijden waren beter. Dus ja, het gaat in de goede richting. Citroën-baas Yves Maton is dus ook van de partij met een Xara WRC. De notas bij Maton worden gelezen door Daniel Elina, de co van Loeb. Maton is achtste op 1 minuut 32 van Loeb. We zitten 37 seconden maar tussen de tweede en de achtste in de stand. Hier Vincent Verschuren met de VW Polo S2000 ligt in 12e positie. Hij probeert in de Condros de tweede plaats te veroveren in de eindstand van het BK. Moet weer een keer nemen in de prime finish niet. Een flying finish. Shit, hij om dat niet. Zeer moeilijk begin. Het ligt toch iets meer modder dan verwacht. De banden moesten meer doorgesneden zijn. Ik ga dat nu een keer proberen. Kijken of dat een beter resultaat kan geven. Dus het is toch lang ook. Hè. Tweede S2000 is Davy van Esten met de Peugeot 207. Hij staat op 3,8 seconden van Verschuren. Lionel Hansen verdwijnt vroeg tijdens de tweede dag met de Peugeot 307 WRC. Maakt een flinke slipper op de vijfde proef. In het zuiverspark in Hoei is er uiteraard heel wat drukte rond Sébastien Loeb en het team van Citroën Racing. Mais c'est très difficile, c'est très... on a roulé en reconnaissance sur le sec, là il pleut, le grip change beaucoup, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre, donc c'est pas facile. In de Condros leest Séverine dus de notas. Pourquoi Séverine et pas Daniel?
parce que je suis là pour m'amuser, je suis pas là pour faire la compétition. Donc, et puis en plus, c'est Séverine qui a dit oui à Yves, c'est pas moi. Donc après, il fallait bien un chauffeur, donc je suis chauffeur. Elle est bonne ? Elle est bonne. Comme copilote ? Ouais. ça se passe bien. Ouais. En wat vinden de Belgische rijders van de aanwezigheid van Leuk? Ik ben heel content om hem erachter kunnen rijden. Dus ja, het is wel duidelijk van een andere planeet. Als ik de tijden bezin die het hem draait. Dus, maar ja, ik vind het wel tof dat er zo iemand aan de start komt. Ik heb mijn dochter beloofd dat ze een foto... Ik moest zorgen dat ze een foto kan nemen met Loop. Dus dat moet ik nog doen. Wow, het is wel plezant te weten om een keer samen aan de wedstrijd te staan. Maar ja, dat is niet echt een referentie. Hij is niet voor niks 9 keer wereldkampioen geweest natuurlijk. Als je jouw tijden bekijkt en je bekijkt zijn, wat denk je dan? Nog veel werk aan de winkel. We keren nog even terug naar de tweede proef met deze crash van Renault Verrijd. Beelden gemaakt door Niels Wellens van Stop & Go TV. Jullie hadden maar zo'n lawaai ici. De BMW M3 van Verrijd staat om die elektriciteitspaal geplooid en er ontsnapt dus benzine. Voorlopig geen reactie van de KP-verantwoordelijke. Er is geen steward in de buurt, geen gele vlag. De deelnemers komen voorbij scheuren. De paal heeft een klap gekregen, dat mogen duidelijk zijn. Er is dus een groot risico. En 10 minuten na de crash begint de BMW te branden. Dit is een weg, je kunt niks meer aan doen. Nog altijd geen reactie van de koersleiding. Deelnemers scheuren voorbij de brandende BMW van Verrijd. Onwaarschijnlijke beelden. Intussen nog altijd geen reactie van de organisatie. Geen stewards, geen gele vlaggen, geen brandblussers. En die SOS-kaart is ook maar voor de lol zo te zien. Je mag er niet aan denken dat Verrijd en zijn co in de auto zouden hebben vastgezeten. Rallyrijden houdt risico's in, maar als je komt rallyrijden in België, dan zet je echt wel je leven op het spel. Pas na 3 kwartier is de brandweer komen opdraven om de BMW van Verrijd te blussen. Leup domineert ook tijdens het tweede lus op zaterdag met alle besttijden. Zijn voorsprong loopt op tot bijna 1,5 minuut. Intussen is Busch weer opgerukt naar de tweede plaats in de stand. Chagin is nog altijd derde met de Fiesta R5 op een kleine 20 seconden van Xavier Busch. Dominique Julien is vierde met de Mini WRC. En Chris van Woensel, vijfde met de WRC S5 op een dikke 19 seconden van Julien. Chris, hoe gaat het? Ja, het gaat. We zijn er nog altijd. Het is niet gemakkelijk, maar het gaat wel. Wat is de ambitie hier? Ja, sowieso bij de 10 eerste toch proberen het. En dan zo kort mogelijk bij de 5e plaats. Dat is onze ambitie. En op de baan blijven. Daar zullen we wel mee beginnen. We noteren een 6e plaats voor Chris Prinsen met de S9. Hij staat op 23 seconden van Van Boensel. Mooi duel tussen de Subaru's. Op deze beelden is te zien hoe de 10 meter regel door heel wat toeschouwers straal genegeerd wordt. Chris, moeilijke omstandigheden? Ja, het is heel moeilijk. Ik heb ook al 2 keer een spin gemaakt, rondgegaan. Het is echt moeilijk weer om de auto te leren kennen. Het gaat iedere KP goed. Als we niks voor krijgen, rijden we een goede tijd. Maar nu op de laatste KP rijden we lek. Verliezen we weer een beetje tijd, maar oké, dat is niet erg. Iedereen zal wel zijn problemen wel hebben. Maar het is vooral het probleem van de tijden. Ik heb nog geen enkel klassement gezien. We hebben nog 2 verkeerde tijden zo gekregen. Dus het is eigenlijk moeilijk om de wedstrijd te volgen, zelfs van binnenuit. Ja, er waren de hele dag wat problemen met de timing en het doorgeven van de tijden aan de teams. Yves Maton valt toch een beetje tegen met de 7e plaats op 2 minuten 36 van Leup. Spannende strijd in groep N tussen de Mitsu Lancer Evo 10 van Olivier Collard en de Evo 9 van Anthony Martin. Ze zijn gescheiden door 7,7 seconden. Een 11e stek voor Vincent Verschuren. Ligt nog altijd goed op koers voor het zilver in het BK 2013. Ik ben linkshartig. Op, Rastina Fond. 300, links 20. Bertrand Groten is ver teruggevallen met de Xara WRC.
Hij komt na 9 proeven pas als 29e door op meer dan 6 minuten van Sébastien Loeb. Hij heeft veel tijd verloren op KP6 in Lavoir na een sortie met hoge snelheid. Hij gaat eraf in een snelle rechts en schiet recht op een groep toeschouwers af. Twee mensen struikelen, maar worden wonder boven wonder niet geraakt. Kondros ontsnapt hier aan een nieuwe catastrofe. Toeschouwers helpen Groten uit de modder. Hij verliest wel meer dan 4 minuten. Nog meer hachelijke momenten met toeschouwers in de Kondros. Een doortocht van Leup. Deze beelden komen niet toevallig van rallymad.com. Of nog een passage hier met Stéphane Lonet. Alles zouden ze doen voor een foto of een video. En de mini van Julien wordt lekker maxi als je bijna voor de wielen springt om een beeld te maken. Even aan boord klimmen nu bij Robert Ranquin. Het publiek houdt van verboden zones. Dan staan er daar 3 die net niet verpletterd worden. Sommige toeschouwers lappen alles aan hun laars en bovendien zijn er te weinig stewards om dingen in goede banen te leiden.